Kooijmans is vandaag 73 jaar geworden. Onlangs werd bekend dat hij leidt aan de spierziekte ALS. Daarom moet de band na 60 jaar stoppen. Het leuke is dat je kunt aansluiten bij een landelijk initiatief. Hè. Vandaag wordt in het hele land dit nummer gespeeld en dat doe ik dan ook. Het klonk heel erg mooi en ik vind het ook heel knap dat de Beier hier dat eigenlijk van elkaar kan krijgen in zo'n kort tijdbestek. Want ik heb hem ongeveer een week geleden gevraagd. Dus ja, het is fantastisch dat hij dat dan inderdaad zo eruit kan krijgen. Heel mooi. Ik zal de intro nog even doen. Het blijft altijd een vertaling naar het instrument, in dit geval de klokken. Dus sommige dingen die komen er overtuigend over en andere minder overtuigend. En is het moeilijk om zo'n nummer in te studeren? Daar ben je wel een paar dagen mee bezig, ja dat klopt. Ja, maar goed, dat hoort erbij. En ben je zelf ook een Golden Earring fan? Nee, helemaal niet. Dat wil zeggen, ik haat dat niet of zo, maar ik heb er gewoon niks mee. Ja, eigenlijk al vanaf mijn 10e ben ik fan. In de tijd van Back Home en In My House en dat soort nummers inderdaad. En ja, door de loop der jaren naar veel concerten geweest en dergelijke. Dus het is een beetje een onderdeel van ons leven geworden. Ja. Ik vind de reden waarom ze moeten stoppen heel droevig. En na 60 jaar vind ik dat je inderdaad mag stoppen. Dan heb je inderdaad wel bewezen dat je goed genoeg bent en dat je iets gepresteerd hebt. Maar de reden, omdat George Kooijmans ziek geworden is en ALS heeft, dat vind ik wel heel erg verdrietig. In de rest van het land, onder andere vanuit de grote kerk in Meppel, klinkt Radar Love vanmiddag om 16:45. In Hogeveen speelden ze het nummer eerder op de dag, omdat de Beier die er niet later kon.